De nummers 6 en 4 tegenover elkaar in Rotterdam. Als Feyenoord wel wat onder druk staat. Naar een eerste doelpoging van ver is van Rijsbergen. Werd het met niet zo heel veel spektakel. Het zijn vooral wat pogingen van afstand. ADO wel ietsjes meer dreiging. Maar Feyenoord toch ook dit soort schoten. Kortom, het houdt nog niet echt over in de eerste helft qua serieuze doelpogingen. Dat was Koopman die het probeerde. En dit is ook weer van heel ver. Uiteraard geen probleem voor Weimar. Die niet voor niks ook bij de selectie van het Nederlands elftal zit. Nee, de keepers zouden iets meer getest mogen worden. Dat gebeurde dus eigenlijk niet in de eerste helft. Dan maar eens na rust kijken of dat wat meer gaat lukken. Ja, in ieder geval een poging waarvoor ze gestekt moet. Louise van Oosten. Feyenoord intussen 5 wedstrijden op rij niet gewonnen. Daar waar ADO juist 3 zegens op rij heeft weten te boeken. Wel weer een poging van de ploeg van Polak, Manon van Rai. Maar het is allemaal niet zuiver genoeg. ADO wel de meeste dreiging. Bij Feyenoord zit er af en toe wel een aanval bij. Maar geen probleem voor losheid. Intussen in de ploeg gekomen. Elouzi. En dan een diepe bal op de Graaf. Esme de Graaf. Blijft ze rustig? Ja! Vlak voor tijd is daar dan de 1-0 voor Feyenoord. Het is tegen de verhouding in. Maar eigenlijk sowieso een wedstrijd die niet direct een winnaar verdiende. Gezien de zeer beperkte hoeveelheid kansen, Feyenoord in een fase van het seizoen, sowieso een seizoen waarbij het niet zo lekker loopt, zeker niet zoals vorig seizoen natuurlijk, gaan ze dan toch die 3 punten vrij onverwachts pakken. Nou, nog 1 poging van ver, maar die gaat ook ver naast. Feyenoord wint met 1-0 van ADO. Esme de Graaf met de winnende. Eindelijk weer eens wat te juichen in Rotterdam.